ons hier gekomen. Allemaal neer, allemaal neer. Ugh!
Ignatius' uitdaging voltooid. Oh, maar je hebt niet alle uitdagingsschilden verzameld. Jammer hoor. Nou ja. Orin de Lelijke vertegenwoordigde de kobolden tijdens een topconferentie van de Tovenaarsraad in de 14e eeuw. Argat de Afschuwelijke, smerig riekende kobold. Goed bekend in de koboldwereld vanwege zijn pogingen om flesjes met zijn zweet aan een mestbonnenfabrikant te verkopen. Och de Onbetrouwbare, beruchte koboldoplichtster, organiseerde de Loesje Demiguys Derby en ging er vandoor met het geld. Org de Onreine, rebellenleider in de 18e eeuwse koboldenopstand. Goudgrijp, oprichter van Goudgrijps Tovenaarsbank. Je kunt wanneer je wilt terugkomen naar deze uitdaging. Als je alle 10 schelden vindt, mag je de bonuskamer in. Bedankt, professor Banning. Ik kom zeker terug. Nee. En, hoe was het? Vertel, kun je nu dingen bevriezen? Ik kon overal naartoe glijden. Oh, cool! En salamanders zo groot als Hagrid. De blauwe of de rode soort? Niet dat het wat uitmaakt. Je kunt de Glacius-uitdaging meteen weer opnieuw doen, Harry. We kunnen ook later terugkomen. Ondanks het feit dat er een gevaarlijke indringer op Zwijnstein was, wilde Harry Hagrid bezoeken. Hij wilde weten hoe Schuurbeck's proces was afgelopen. Was dat? Ik denk het wel. Arme Schuurbeck! Arme Hagrid. Ze hebben Schuurbeck terechtgesteld. Kijk! Scurvy! Zie je nou wel, Ron? Knikkebeen was onschuldig. Ik heb je, vervelende rat. Oh, Ron! Harry! Kijk uit! De beukbil! Als die hond daarin kan, dan kunnen wij het ook. Waar zou deze tunnel naartoe leiden? Geen idee, maar we moeten Ron helpen. Hoor jij nou ook iets? De puulshoop! Oh nee! Een betoverd geraamte! We moeten samen een spreuk uitspreken. Rick de Sempra. Rick de Sempra. De puulshoop. De puulshoop. Het zijn er 2. Rick de Sempra!
Ignatius-spreuk van je is indrukwekkend, Harry. Ja, dank je. Rick de Semmera. We zijn er nog niet. Rick de Semmera. Rick de Semmera. Rick de Semmera. Rick de Semmera. Volgens mij hebben we ze. Laten we rondzoeken en hier weggaan. Alle honger. Alle honger. Maar hoe kom ik nu weer omhoog? Blijf zoeken! Ik zal proberen om naar beneden te komen! Kom er gewoon. Juist, ja. En hoe kom ik hier overheen? Mooie boel. Ik hoop dat Ron oké is.
stipul schoot. Nu. Nou, dat was leuk. Okay. Allemaal. Ik meer dat is ik van maar. Denk jij dat dit is? Hier moet ik even over nadenken. Zacharissa Trekhout, 1874 tot 1966. Pionier op het gebied van schoonheidsdrankjes. Ontdekte het positieve effect van Fistel-Distel-pus op puistjes. Wees niet bang. Sirius Zwarts is niet wat jij denkt dat hij is. En Scurvy is geen rat. Het is een tovenaar die Peter Pippeling heet. Wat? Kijk. Ik kan het uitleggen. Pippeling is een faunaat. Sirius Zwarts heeft je ouders niet verraden, Harry. Dat heeft Pippeling gedaan.
Peter Pippeling had James en Lily Potter verraden aan Voldemort. En het doen voorkomen alsof Sirius Swartz de spion van Voldemort was. Ze spraken af dat Pippeling op Zwijnstein aan professor Perkamentus zou worden uitgeleverd. Maar die nacht werd nog een geheim ontrafeld. Professor Lupus! Laat mij maar! Rennen! Sirius, Pippeling is weg. Hij is in een rat veranderd. Is alles goed met hem? Hij ademt wel. Professor Lupus is een weerwolf? Dat klonk als een hond. Dat moet hem zijn. Ga Sirius helpen. Ik zorg voor Ron. Laat hem met rust. Hij is onschuldig. Zegt dat het wel goed komt met Ron. Hij heeft alleen wat rust nodig. Helaas is Sirius Swartz er minder goed aan toe. Hij zit opgesloten in een hoge toren. Straks wordt hij aan de Dementors overhandigd. Ik kan niets meer doen. Maar hij is onschuldig. Ik denk dat dat waar is. Wat we nodig hebben is meer tijd. Maar... oh... de tijdverdrijver! Tijdverdrijver? Vannacht kan er meer dan één onschuldig leven worden gered. Ik wilde het jullie al vertellen. Al eerder. Maar ik heb deze tijdverdrijver van professor Anderling geleend. Ik gebruik hem al het hele jaar om terug in de tijd te gaan voor extra lessen. Oh, dat verklaart dan ook. We kunnen hem gebruiken om Scheurbeck te redden. En dan Sirius bevrijden, maar we mogen onszelf niet tegenkomen. Zit daar ergens opgesloten. Het is wel heel stil. Weet je zeker dat je de tijdverdrijver juist hebt teruggezet?